Hallo Julia, we staan nu in de soepawagen. Wat gebeurt hier? Op dit moment zijn er ouders gekomen met hun peuter en krijgen ze een appeltje van boer Goes. En die gaan ze onderzoeken en ze gaan kijken hoe de appel proeft, hoe die eruit ziet. Als je hem er midden snijdt, wat er dan precies gebeurt, hoeveel een appeltje weegt. Dus ze zijn echt een appeltje aan het onderzoeken in het kader van bewustwording. Wie is boer Goes? Boer Goes is een fruitteler van onder andere appels, peren, maar ook zacht fruit zoals kersen en aardbeien. Ze zit hier al een hele lange periode. En helemaal zijn ze komen te liggen in een nieuwbouwwijk. En waarom hebben jullie voor zo'n initiatief gekozen? Boer Goes en ik werken al een tijdje samen. Ik geef voedingseducatie, puur om de kinderen bewust te laten worden van waar hun voeding vandaan komt. En het leek ons ook heel erg leuk om iets van taarten en verse sappen, koffie, thee aan te bieden. Toch ook voor een stukje verbinding hier in de wijk. Zo, daar gaat de appel. Oh, maar heeft de appel ook een steeltje? Ja. Waar dan? Daar. Dat is het klokhuis. Waar is het steeltje van de appel? Ja, dat is het steeltje. Hoe komen jullie aan de soepwagen? Dat is een verhaal apart. Dit is een wagen wat heeft ooit in Burgers' Zoo gereden, in het safaripark. Uiteindelijk is dat naar iemand gegaan die daarmee reed door de bloembollenvelden. En wij hebben het daar weer van overgenomen en helemaal opgeknapt. En waarom hebben jullie gekozen voor Leidse Rijn? Nou, ik ben een inwoner van Leidse Rijn. Boer Goes natuurlijk ook. En wat is nou leuker dan ondernemen in je eigen wijk? Achter mij hebben we heel wat eten en taarten. Hoe komen jullie daaraan of hebben jullie dat zelf gemaakt? Ja, alles wordt zelf bereid. En ik zeg altijd, het geheime ingrediënt van lekkere taart is liefde. Dus er wordt veel aandacht aan besteed. En elke week hebben we verschillende soorten taarten. Wat is deze taart? Dat is een perencake. Een beetje de kracht van mijn taarten zijn juist eenvoud. Dus ik wil ook eenvoudige smaken, maar wel het pure dat naar boven komt. Dus dit is een pure perencake. Wat is dat nou? Dat weet ik niet. Wat doet hij hier? Ah, ik kom eventjes met de kinderen langs om een beetje te knutselen en te spelen en een kopje koffie te drinken. Ben je hier voor het eerst of kom je hier vaker? Ik ben hier wel een paar keer eerder geweest, maar ik kom niet zo heel vaak. Maar het is vlak in de buurt waar ik woon. Dus, Vindt u het belangrijk dat kinderen bewust zijn van wat ze eten? Dat vind ik echt heel belangrijk. Dus we proberen op te voeden dat je het voedsel klaar moet maken. En dat voedsel van de boerderij komt, van de boer en dat soort zaken. Wij zijn hier vaker geweest. Er zijn eigenlijk twee buurvrouwen met de kinderen die op vrijdagochtend regelmatig komen. Proef je een verschil? Of denk je dat er een verschil is tussen het biologisch en het normale? Ik proef wel regelmatig vollere smaken. Dit is 10,60 euro alsjeblieft. Hoe zie je de toekomst van de soepwagen? Nou, op dit moment loopt het zoals het loopt. En naar tevredenheid. En wat de toekomst biedt, ik weet het nog niet.